Hallo, ik ben Karel. Nu je vloer voldoende uitgehard is, help ik je graag met het opvoegen van je tegels. Kijk even na of de voegen en het tegeloppervlak volledig proper zijn en verwijder indien nodig overtollig lijm. Begin met het voegmiddel aan te maken. Volg hierbij de richtlijnen op de verpakking. Meng alles goed. Gebruik hiervoor eventueel een mengstaaf. Breng het voegsel met een truweel op het voegrubber aan en smeer de voegen vol. Dit doe je best diagonaal, anders komt het voegsel terug uit de voeg. Vul de voegen mooi gelijk met de tegel en druk het voegsel er niet te diep in, anders blijft er later water in staan. Let op, voegaansluitingen in de hoeken niet voegen. Gebruik hiervoor een siliconen sanitair kit. Laat vervolgens het voegsel drogen tot het begint uit te harden. Start pas dan met het reinigen van je tegels. Wrijf met roterende bewegingen. Zo vermijd je dat het voegsel loswrijft. Reinig na één dag nog eens grondig met een droge, schone doek. Maak indien nodig de doek een beetje vochtig. We vermijden water om twee redenen. Loskomen voegsel, beschadigen kleurpigmentvoegen met vlekken als gevolg. Zijn er daarna nog resten zichtbaar, kan je best een cementsluierverwijderaar gebruiken. Wacht hiervoor minstens een week. Raadpleeg de instructies op de verpakking. Naar mijn ervaring doe je dit best, gezien er steeds minuscule deeltjes voegsel achterblijven, welke later vuil opnemen. Indien er op de tegels nog een filmlaag achterblijft, gebruik je best nog eens een intensiefreiniger. Proficiat, je vloer is nu volledig klaar. Geniet ervan. Veel succes. Van Kalster.